Jong FC Utrecht thuis tegen La Louvière Centrée. Dat is een club die uitkomt op het hoogste amateurniveau in België. En een oude bekende, Marc-Antoine Fortuné, inmiddels 40 jaar, heeft daar een dubbele functie. Namelijk zowel hoofdtrainer als speler. Bal gaat vroeg in de wedstrijd op de stip na een hensbal. Bagus Kaffi in zijn eerste basisplaats voor Jong Utrecht achter de bal. Die schuift de bal prima raak. 1 tegen 0 voor de thuisploeg. Dan zijn we een paar minuten verder. Kan dit worden beoordeeld als een overtreding. Maar goed, beoordeeld als goed druk zetten. En dus Mees Rijks. En dan staat Jong Utrecht op een 2-0 voorsprong. En lijkt het toch een erg eenvoudig oefenpotje te worden. Dan de Belgen met Yassine Aidouni. Opening richting de andere kant van het speelveld. Kopduel 1 gewonnen. Ook kopduel 2. Maar dan een overtreding van Ruben Kluivert. Lijkt toch vooral ongelukkig te zijn. Elleboog in het gezicht van zijn directe tegenstander. Ballen op een interessante plek voor deze Yassine Bentayeb. Wat heet, die schiet hem prima binnen. Ja, zo leek het in die eerste minuten van het duel echt heel eenvoudig te worden voor Jong Utrecht. Schiet hij zijn ploeg dus terug in de wedstrijd. Lekkere vaart, de juiste richting. En zo gezegd een 2 tegen 1 op sportcomplex Zoudenbalg. Dan weer de mannen van Kalis iets over de rechterkant. Mees Rijks op dit moment de vrije man. Die gaat de bal ook krijgen. Probeert het met links. Schot geblokt. Maar een rebound die blijft liggen voor Bagus Kaffi. De man uit Indonesië. Die met zijn tweede treffer zorgt voor een 3-1 voorsprong. Ja, eerst met het hoofd. Drie man om hem heen. Niemand die alert is behalve Kaffi. Is toch een heerlijk moment voor de aanvaller die in zijn beginjaar bij Utrecht wat sukkelde met blessureleed. Rayan El Azraq. Bal wederom naar de rechterkant gebracht. Elia Veland met een heerlijke voorzet naar Mees Rijks. Het is 4-1 voor Jong Utrecht. En dit is toch een vrij doelpunt. Misschien wel de mooiste van die eerste helft. De paas die precies goed is. De loopactie van Rijks ook. En bij die 4-1 stand gaat La Louvière Centrée in de tweede helft op zoek naar een tweede treffer. Om voor de tweede keer in het duel dus terug te komen in de wedstrijd. Dat kan het gaan doen vanaf de stip. Want daar wordt die bal opgelegd na een overtreding. En Amadou Ba faalt niet. Hij zorgt er dus voor dat de stand 4 tegen 2 wordt. Jong Utrecht krijgt in die tweede helft nog een goede kans. Een heerlijk paasje. Wat heet? Fraaie afronding van Jurio Bernardina. 5 tegen 2. Maar het was vandaag toch vooral de middag van Bagus Kaffi en Marc-Antoine Fortuné. Ik sprak met Sander Keller voordat hij kwam, maar hij was niet able to come today. Ricky Kruis, Edson Braffaele. So all of the player we stay friends, you know, we had a special relationship with that team and I kept this relationship. And just want to say thank you for the whole staff and whole player to help me to get these stats again, and then I'm happy to score goal. So yeah, it's very very happy and grateful for that. And now are you able to go to the city center, maybe meet some old friends, or do you have to go back? Yeah, not today. We have a game tomorrow again. As I say, we're still in the pre-season. We're starting our season next week. So now we have hard work today, so we're going to rest for tomorrow and be able to have a good performance again and then be ready for the first game of the season. Yeah, it's just a second ball from the miss, and then I just come to the ball. And instinct as a striker, you know, and then just try to score a goal, and then I did it. So yeah, I can imagine that this match will give you a lot of great energy. Yeah, it's finally it's been a long time, and finally I'm here now.